Dit is Steven Berghuis, ex-AZ. Hij zit bij de selectie van Oranje. En hetzelfde geldt voor de oud-AZ'ers Nick Viergever en Vincent Jansen. En deze man is er ook voor het eerst uit Herugowaard, exponent van de jeugdopleiding van AZ, verdediger Wesley Hoed. Ik heb anderhalf jaar geleden de stap gezet van AZ naar, naar Lazio. En het werd met heel veel rumoer ontvangen eigenlijk. En die stap heeft mij uiteindelijk dit opgeleverd, dus daar ben ik heel erg blij mee. Hoed speelt al een tijdje voor Lazio Roma, anderhalf jaar. Uiteindelijk is hij in Italië basisspeler geworden. Al had hij een paar maanden geleden nog wat mot met de trainer. Ik heb nu in anderhalf jaar tijd bijna 60 wedstrijden gespeeld. Dus in die periode gaat het heel goed. Tuurlijk is het met vallen en opstaan gegaan. Maar de laatste jaren ben ik uitstekend bezig. Nee, maar je bent gewoon basisspeler nu. Een paar maanden geleden even niet, hè? Wat dingetjes? Ja, nee, er zijn altijd wat dingetjes gebeurd. Ik heb wat lessen moeten leren, maar... Misschien is dat wel juist geweest en was dat de stap die ik misschien nog wel nodig had. En is dat heel belangrijk voor me geweest. Ja, karaktertechnisch misschien af en toe dat je denkt van je zegt waar het op staat. En dan dat het af en toe misschien even wat doorschoot. Hoe moet ik het zien? Ja, zoiets, dat is overdreven. Maar ik heb altijd al gehad dat mijn hart op mijn tong lag. Dus en alleen dat moet je kunnen doseren en dat heb ik wel geleerd, zeker weten. Wesley Hoed is dus veranderd. Vergelijk hem maar eens met de jongen die anderhalf jaar geleden nog voor AZ voetbalde. Fysiek sterker is hij geworden. Meer levenservaring. De 23-jarige Hoed is bovendien sinds een paar maanden vader van een dochter. Ik denk wel dat het me op een bepaalde manier veranderd heeft, zeker weten. Je krijgt toch een soort van extra verantwoordelijkheid. Ja, dat is een gevoel dat denk je, kan je alleen begrijpen als je zelf ouder bent. Oranje speelt zaterdag de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd in Sofia tegen Bulgarije. Ons coach Danny Blind speelt zeker met Stefan de Vrij in het centrum. Maar wie speelt er dan naast hem? Wesley Hoed maakt een kans. Oh, geen idee. Ik doe mijn best. Ik ben fit, dus daar ben ik blij mee. En het gaat hartstikke goed. We gaan het zien.